Utrecht weerhoudt mensen van afreizen naar kalifaat. En begraafplaatsen worden te duur. Goedemiddag, u kijkt naar U Vandaag. 5 geradicaliseerde Utrechters zijn het afgelopen halfjaar afgereisd naar het kalifaat. Het gaat om mensen uit één gezin, meldt de gemeente. Nog eens 6 andere geradicaliseerde Utrechters probeerden dezelfde reis te maken, maar zijn tegengehouden. Dat komt volgens de gemeente voornamelijk door betere signalering. Er zijn de afgelopen 6 maanden geen Utrechters gesneuveld in IS-gebied. En daarmee blijft de teller staan op 3 dode Utrechtse uitreizigers. In totaal houdt de gemeente nu 28 inwoners in de gaten. 10 van hen zijn minderjarig. Gemeenten zijn steeds meer geld kwijt aan hun begraafplaatsen. Meer mensen laten zich tegenwoordig cremeren en vaak zijn graven afgekocht, waardoor er nu niet meer voor wordt betaald. Verschillende gemeenten maken nu plannen om de dode akkers weer rendabel te maken. Zo wil de gemeente Woerden kijken of het de begraafplaatsen weer aantrekkelijk kan maken. Ook wordt er gekeken of vrijwilligers ingezet kunnen worden. Het onderhouden van een kerkhof is heel duur. We moeten ook rekening houden met eventueel de grond die wij ooit in het verleden hebben aangeschaft. Ja, daar zitten ook kosten aan vast en die moeten ook daarvoor gedekt worden. We moeten op een gegeven ogenblik ook kijken in bepaalde gevallen als de graven verplaatst moeten worden. Na het verloop van tijd kost dat toch ook weer geld. En dat moet allemaal uit de opbrengsten van de begrafenistarieven komen. Ook de gemeente Stichtse Vecht herkent het probleem. Daar is ongeveer een derde van alle graven afgekocht, waardoor er geen inkomsten meer van binnenkomen. De 22-jarige verdachte in de grote Utrechtse zedenzaak is tegen de lamp gelopen, omdat hij in 2008 ook al een vrouw aanrandde. De zaak kreeg in dat jaar aandacht in bureau Hengeveld, waarna hij werd herkend en aangehouden. Ook moest hij toen verplicht DNA afstaan. Dat DNA linkt hem nu aan een verkrachting uit 2010. De Stichtse Rijnlanden heeft extra geld vrijgemaakt voor de bouw van de nieuwe waterzuivering. De nieuwe waterzuivering in Utrecht lijkt 40 miljoen euro duurder te worden dan de 105 miljoen die was begroot. Verschillende partijen binnen het waterschap wilden dat de bouw opnieuw werd aanbesteed, maar daar was gisteravond geen meerderheid voor te vinden. Consequentie is nu dat de waterschapslasten voor een groot deel van de provincie fors omhoog gaan. In Nieuwegein is vandaag de nieuws- en actualiteitenwebsite NieuwegeinTV.nl gestart. Het is een initiatief van onder andere de Nieuwegeinse journalist Edward van Kuilenborg. De zender brengt nieuwsberichten met foto's en video's. RTV Utrecht heeft 2 NL Awards gewonnen. Dat zijn de jaarlijkse prijzen voor de beste programma's van de regionale omroepen. We wonnen met de documentaire Botsende Bisschoppen, waarin wordt onthuld hoe aartsbisschop Eijk op kille wijze conflicten uitvecht achter de deuren van de katholieke kerk. En ook de verslaggeving rond de Tour de France leverde een prijs op. Onze touruitzendingen werden geprezen als vernieuwend. Morgen opent een nieuwe tentoonstelling in Museum Oud Amelisweerd. Een tentoonstelling over het landgoed en het museum. De foto-expositie Stil Leven is van de geroemde Belgische fotograaf Stefan van Vleteren. Hij liet zich inspireren door het Chinese behang in landgoed Oud Amelisweerd en door de huidige gebruiker van het huis, kunstenaar Armando. Maar ook door het landgoed daaromheen. Het is bijna een verstopt geheim die zich tussen al die wegen naar Arnhem en weet ik allemaal waar nog allemaal gaat. En ik zie dan ook Oberhausen staan en denk, wat een exotische plaats is dat. En daar ligt dan ergens tussen al dat beton en die files ligt dan dat klein stukje stiltegebied. Dat vind ik dan eigenlijk wel bijzonder. De tentoonstelling is het komend halfjaar te bekijken. En dan heb ik tenslotte nog het weer voor u. Er is veel zon, de wind is zwak en het wordt rond de 11 graden. Vannacht raakt het geleidelijk bewolkt. De temperatuur daalt dan naar het vriespunt. Tot zover deze U Vandaag. Om 5 uur dan zijn we er weer met onze uitgebreide uitzending. Graag tot dan!